Een jaar voor mijn geboorte, op 7 februari 1992. Werd hier in Maastricht het verdrag getekend dat mij naast Nederlander ook een Europees staatsburger maakt. Mijn generatie kent Nederland dus niet anders dan zonder dat het onderdeel is van de Europese Unie. Mijn hele leven genoot ik van de vele voordelen die dit met zich meebracht. Grensposten verdwenen en euro's rolden in bijna elk land over de toonbank. Maar door een groeiend euroscepticisme begon ik ook te twijfelen over de EU. Is de Europese Unie wel zo fantastisch als ik dacht? Ergens zou ik willen dat het Europees project was geslaagd. Ik zou het fantastisch vinden als bleek dat het opgeven van die individualiteit van al die landen voor de volken niet problematisch was gebleken. Ik vind de Europese Unie een van de meest bijzondere dingen uit de geschiedenis van de mensheid. Echt een diplomatiek kunststukje. Daar hebben de afgelopen 70 jaar onze voorvaderen keihard voor geknokt en echt dat ontzettend goed gedaan. Weet je wat dit is? Dit is een baantjesmachine voor mensen met een gamma- en een alfa-opleiding. Dit zijn allemaal mensen die rechten en sociologie hebben gestudeerd. Allemaal superleuke ideeën hebben over de wereld. Geef ze een hartskoop macht, pleur je ze in zo'n toren. En die gaan dan vervolgens gaan ze bepalen wat goed leven is voor ons. Een vreedzaam Europa begint met samenwerken. O, godin Europa. Ik zie onderhandelingstafels, ik zie dikke rapporten en documenten. Angsten overal, een nieuwe oorlog. Ik word gek, ik weet niet meer wat ik moet doen, jongens, help, alsjeblieft. Ben druk, ben druk, ben druk, de biep wacht weer op mij. Ben ik wel op mijn toekomst voorbereid? We moeten ook nog verder sporten, koffie, daten, appen en ook yoga. We moeten ook nog stemmen, we moeten ook nog stemmen op Europa. Ondanks dat mijn generatie de eerste is die vanaf de geboorte hebben kunnen genieten van het Europees staatsburgerschap, weten we er maar weinig vanaf. Bij de vorige Europese verkiezingen kwam maar 18% van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 25 jaar opdagen. Ik ben benieuwd naar de verschillende standpunten van mijn generatie over de EU. We're facing problems that transcend nations. Als de problemen niet op een niveau werken dat ze per land relevant zijn, nou dan moet je ze dus ook op een hoger niveau aanpakken. Daarvoor moeten landen zich verenigen in grotere instituten. Ik geloof dat de Europese Partij het begin kan zijn van een systeemverandering. En die systeemverandering is gewoon heel hard nodig. Het stimuleren van zo'n bureaucratisch monster zoals de EU, dat gaat alleen maar voor meer ontheemding zorgen. Nog meer vragen, nog meer angst en ik denk ook meer woede. Volt is een pro-Europese partij, opgericht door generatiegenoten. Ze doen in meerdere landen mee aan de verkiezingen. Ik vraag mij af waarom zij de noodzaak voelden om op te komen voor de Europese Unie. Heel veel mensen die denken dat onze generatie toch degene is die thuis blijven, die te veel feesten, die te veel drugs doen, die denken dat zij recht hebben op alles. Maar dit is onze wereld en daar veranderen wij het beeld van. Het is heel makkelijk om te zeggen: dit gaat niet goed en dat gaat niet goed en Europa is slecht en Europa neemt te veel geld in. En ik heb nu bewust een keuze gemaakt van oké, ik ga nu mijn energie erin steken om positief gericht oplossingen te gaan zoeken. Ik denk dat de huidige relatie met de EU heel erg lastig is. Ik denk dat door jarenlange framing van de nationale politiek dat het heel erg negatief en een beetje niet sexy is geworden om van de EU te houden. En ik vind het heel mooi dat daar nu een tegengeluid op komt. Het is een beetje chaos, maar het is wel een familie. Iedereen die heeft dezelfde ideologie en we weten wat we willen. En wij staan straks aan het hoofd van die grote politieke partijen. En wat doen we dan? Ik merk een zekere bezorgdheid bij Volt. bezorgdheid over een verdeeld en zwak Europa. Ik ben ook benieuwd naar de andere kant van het verhaal. Ik nam contact op met de jongeren van Forum voor Democratie. Dit is een partij die uit de Europese Unie wil treden, een Nexit. De jongeren van Forum wilden niet meewerken aan deze film. Via hen kwam ik in contact met Patrick. Hij is voorstander van een Nexit. Wat ziet hij als groot probleem van de EU? Het is in de aard van het beestje dat het ver verwijderd is van het volk. Dus dat is al een fundamenteel probleem wat je hoe dan ook niet gaat oplossen. En dat is ook uiteindelijk ook denk ik misschien wel de hoofdreden dat ik voor een Nexit ben. Is dat ik bang ben als we dit door blijven zetten, dit elitair projectje, en door blijven gaan, dat mensen dan op een gegeven moment naar steeds extremere gedachten sluipen. Omdat ze zich machteloos voelen. Ja, die machteloosheid gaat een heel groot probleem worden. Ja. Patrick heeft een totaal andere visie dan Volt. Maar in zekere zin is deze ook geboren uit bezorgdheid. Bezorgdheid lijkt voor mijn generatie een duidelijke motivatie om zich met de politiek te bemoeien. Ik ben echt bezorgd. Gewoon existentieel bezorgd over hoe de volgende decennia zich gaan ontwikkelen en wat daar gaat gebeuren. Sebastiaan heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij voor de Dieren. Hij gelooft erin dat hij op die manier de visie van de partij kan laten groeien. Ik moet het volle vertrouwen hebben dat met de acties die ik onderneem, mijn bezigheden, ik mijn steentje bijdraag aan het omvormen van die trends. Als ik dat niet doe, dan impliceer ik dat ik het terecht vind dat de wereld zal vergaan. Er zijn in totaal 587 stemmen uitgebracht, waarvan 269 stemmen voor Elsen, 281 stemmen voor Sebastiaan. Een lange tijd denk je, nou ja, volwassenen zullen dat toch wel beter weten. Zij zien vast iets dat ik niet zie. En op een gegeven moment merk je dan dat de manier waarop een maatschappij is ingericht niet overeenkomt met hoe jij denkt te snappen dat het ingericht zou kunnen zijn ten behoeve van heel veel anderen. Dat je denkt, maar ik zie al voor me dat dingen beter zouden kunnen zijn. Op basis daarvan heb ik toch het vertrouwen gekregen om me daar toch mee te gaan bemoeien. Het belooft een historische gebeurtenis te worden, die Europese verkiezingen. Want maar liefst 10 partijen voor de dieren doen dit keer mee. Ik denk dat het echt geweldig zou zijn als we samen met andere partijen voor de dieren kunnen optrekken in het Europese parlement om ons unieke geluid nog luider te laten horen dan het nu al klinkt. Hou vast aan je idealen. Dank je wel. Volt is dus niet de enige partij die in meerdere Europese landen meedoet aan de verkiezingen. Maar de twee partijen hebben een totaal verschillende opvatting over de EU. De Partij voor de Dieren is erg kritisch. Zij vinden dat we op moeten passen met de machtsoverdracht naar Brussel. Volt daarentegen wil juist laten zien wat de EU ons allemaal heeft gebracht. We see few people that dare to show gratitude for the people that have fought for peace through European collaboration in the past 70 years. These things are the honest story about Europe. The story that has been told way too little. And the story that Volt is going to tell. Reinier heeft zelfs zijn carrière bij Ahold verruild om zich volledig in te zetten voor zijn pro-Europese visie. Hij wil voor Volt als lijsttrekker het Europese parlement in. Ik denk dat Volt voor mij een manier is om zin te geven aan mijn leven. Want ik kan allemaal andere redenen bedenken waarom ik dit wil doen en dat ik over 50 jaar wil terugkijken op mijn leven en wil denken van oh ja, toen heb ik me ingezet voor iets waar ik in geloofde. En ongeacht hoe de toekomst zal lopen, wil ik dat gewoon in ieder geval gedaan hebben. Maar dat komt eigenlijk allemaal, als ik steeds dieper graaf, komt het daarop neer. Dan Reinier, 87 stemmen, 59%. Daarmee is met meer dan 50% Reinier verkozen. Het is misschien wel een van de spannendste momenten uit mijn leven geweest. En een van de twijfels die ik had toen ik nadacht over mijn kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap was... Ik ben een jongen die is opgegroeid in Aardenhout en zo zie ik er ook uit. kan ik wel iemand anders aanspreken. Maar net toen ik daar stond en luisterde naar alle pitches van de andere kandidaten, toen viel opeens voor mij het kwartje. Dat hoef ik helemaal niet alleen te doen. Dat doen wij met z'n allen. Dank jullie wel voor het vertrouwen. Laten we koffie gaan drinken. Dat je dus de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen op de manier die jij wil. En dat je zin kan geven aan je leven op de manier die jij zelf wil. Ik denk dat dat de gemeenschappelijke factor is van het Europese gevoel. En dat je daar ook allemaal de kans voor krijgt. Europa is juist zo'n vet continent, omdat het al die culturele diversiteit heeft. Bij Volt ligt erg de nadruk op het Europese gevoel, bij het zijn van een Europeaan. Maar kan je dit wel linken aan de Europese Unie? De Europese identiteit wordt niet bepaald door de EU. De Europese identiteit wordt bepaald door onze gemeenschappelijke geschiedenis, onze gemeenschappelijke ideeën. Dat is hoe mensen in het continent Europa elkaar Europeaan kunnen noemen. Voor mij hoort bijvoorbeeld Rusland tot en met Moskou ook gewoon bij Europa. En als je kijkt naar hoe Europa zich heeft ontwikkeld als continent, dan kun je niet doen alsof de Ottomanen daar geen heel groot impact op hadden. Dus dan moet je Turkije ook alweer gaan zien als Europa. Nou, dat kun je niet zeggen dat dat geschikt is om een Europese Unie uit te breiden met Turkije en, nou ja, Rusland. Dat is al helemaal daar gelaten natuurlijk. Elke staat is in bepaalde zin opgelegd. Hè? Je kan niet staatsloos zijn. Je kan wel staatsloos zijn, maar dat heeft nogal grote nadelen, dus dat wil je liever niet. Ik voel me goed bij de Nederlandse oplegging als het ware. Dat is een heel wederzijds proces naar mijn idee. Dat met Europa heb ik dat niet. Ik ben het daar niet mee eens. Ik kan er niet uitstappen. De trein dendert inderdaad voort en ik ben in die zin een onvrijwillige passagier op die trein. Ik ruik een beetje PowerPoint-presentaties achter de cultuurcreatie van de Europese Unie. Zoiets moet ook organisch groeien en dat gebeurt nu niet. Dat wordt gewoon de strot ingedouwd van mensen. Friesland heeft een eigen cultuur binnen Nederland. Brabant ook. Texas heeft een eigen cultuur binnen de Verenigde Staten. Als wij meer met elkaar samenwerken, kan je die culturele diversiteit zeker vasthouden. Als je dan kijkt hoe bijvoorbeeld de Europese grondwet, dat we die hebben afgewezen per referendum en uiteindelijk dat die dan via een verdrag er toch weer in wordt gefietst. Nou, dat is spuug in het gezicht van democratie. Is dat Europees? Als je dat direct aan mij zou vragen, zou ik nee. Ik vind dat nog ineens niet Europees, ik vind het gewoon vals. Om het verhaal achter de Nexit beter te begrijpen, reis ik met Patrick naar het hart van de Europese Unie. De Europese Unie is begonnen, voor een deel in ieder geval, uit goede ideeën. Wat je nu ziet eigenlijk is niet een vertegenwoordiger van die waarden waar het vandaan komt. Dus het is niet democratisch, het is niet legitiem. Het gedraagt zich eigenlijk als een uit de krachten gegroeide moloch. Die ver boven ons uitstaat en eigenlijk steeds meer zichzelf aan het verstrekken is over alle dimensies van ons leven. Cultureel, politiek, economisch. Een belangrijk punt voor veel voorstanders van een Nexit is het verlies van soevereiniteit aan Brussel. Het valt reuze mee. Waar wij echt soevereiniteit aan verliezen, dat zijn multinationals. En daarvoor moet je dus juist dat poelen, zoals binnen de Europese Unie gebeurt, wil je daarvan kunnen winnen. En wat ik zie bij veel mensen en organisaties die ervoor pleiten om uit de Europese Unie te stappen, is dat juist om bepaalde maatregelen te vermijden die de Europese Unie nu aan het nemen is om wel dat groot kapitaal zich daarvan te beschermen. Als je bestuur op zo'n hoge schaal gooit, dan kunnen bedrijven heel makkelijk die dat beïnvloeden, dat proces. En dan krijg je dat de democratie eigenlijk een beetje verdwijnt. En dat je een soort vorm van corporatisme eigenlijk krijgt. Dus dat corporaties meer de macht gaan hebben in besturen. Grote techbedrijven betalen nog steeds geen eerlijke hoeveelheid belasting. Omdat we dat niet Europees kunnen organiseren. De enige die daar echt een vuist tegen kan maken is de EU. Kijk naar die miljarden boetes die Google daar wel betaalt. Soms worden er hele hoge boetes uitgedeeld aan Google en dan doet Google even zo. En dan een jaar later gaan ze gewoon precies weer verder of doen ze weer even iets anders. Die lobbyisten die pakken al die verschillende Europarlementariërs, die pakken de commissieleden, die pakken de mensen die er werken en die proberen die op allerlei verschillende manieren te beïnvloeden. Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat er nu precies in Brussel gebeurt. Het is totaal niet transparant en dit voelt soms wel een beetje opzettelijk. Kijk, ik denk dat het allemaal niet bij ontwerp is, snap je? Ik denk niet dat er allemaal kwaadaardige lui met hoge hoeden op om een tafel heen gingen zitten en zo. We gaan het allemaal intransparant maken. Ik denk dat het door het ontwerpen is intransparant geworden. En gewoon hoe mensen zijn is het intransparant geworden. En ik denk dan op een gegeven moment dat dan mensen aan de bovenkant erbij geholpen zijn om het intransparant te houden. Om zichzelf dicht bij de macht te houden. Het is een soort van een promotiestructuur. En mensen die zijn helemaal niet geïnteresseerd wanneer ze daar komen in waardes of principes zozeer. Volgens mij is dat allemaal een heel cynisch spelletje wat aan de bovenkant gebeurt. Dus nee, kijk, de deuren opengooien voor iemand zoals ik, ja, dat is wel het minste wat ik had verwacht eigenlijk van deze tent. Dat er dingen niet goed zijn aan de Europese Unie, dat staat als een paal boven water. En die moeten we verbeteren. Dat er heel veel dingen wel heel goed zijn aan de Europese Unie, dat staat voor mij als een paal boven water. Want hoe meer je erin verdiept, hoe meer je daar ook achter komt. Ondanks dat Volt pro-Europees is, zien ze de problemen die Patrick benoemt ook. Ze willen de Europese Unie democratischer en transparanter maken. Als ik word verkozen, dan ga ik in ieder geval al mijn stemmingen openbaar maken. Ga ik mijn agenda openbaar maken, zodat mensen die geïnteresseerd zijn in met wie ik spreek, in of ik lobbyisten spreek en hoe lang die afspraken duren, et cetera, dat dat allemaal overzichtelijk en inzichtelijk is. Afgelopen week was ik in Brussel in het Europees Parlement. Wat mij opviel is dat als je eurosceptisch bent, dan ligt daar de munitie ook wel voor het oprapen. En op straat word ik altijd aangesproken over het feit dat Brusselse ambtenaren alleen maar hun eigen zak aan het vullen zijn. Dus die twee dingen samen hebben mij er toen toe besluiten dat als ik verkozen word en naar het Europees Parlement ga, ik de helft van mijn salaris af zal staan aan Volt. Ook andere Nederlandse partijen willen de EU democratischer maken. Hoe gaat Volt zich van hen onderscheiden? Als ik echt kijk naar waar wij campagne mee moeten voeren, maar waar wij die zetels mee gaan binnenhalen, dan is het echt door het communiceren van het feit dat wij Europa zijn. Dat wij niet alleen zoals D66 Europese idealen hebben, maar dat wij echt een Europese partij zijn. Daarmee zijn wij origineel. En daarmee onderscheiden wij ons van alle partijen die er op dit moment zijn. Op dit moment zit Europa op slot. Om belangrijke beslissingen te nemen moet je nog steeds unaniem tot een besluit komen. En dat verlamt ons. En recent zei Rutte in een speech in Zürich, een flirt naar zijn Europese baan, dat hij hier ook vanaf wil stappen. Maar als puntje bij paaltje komt, en dat is recent ook gebeurd, dan zet hij direct zijn veto in. Het nationale belang prevaleert voor die partijen uiteindelijk altijd. Volt die stelt het Europees belang dus boven het nationaal belang. Het Europese volk op één. Voor Patrick zou dit juist een nachtmerrie zijn. Wij kunnen onze eigen belangen als land niet goed vertegenwoordigen in de EU. Op het moment dat wij dan met nieuwe ideeën komen, naar Nederlands besturen als het ware, dan is het een vrij korte route. Naar Europa is het een gigantische route. Die standpunten die verwateren allemaal langzaam maar zeker. Als het op Europees niveau zulke spelletjes proberen te spelen. En dan moeten we ook nog die spelletjes gaan spelen met alle Europese volkeren. Die gewoon ook hele andere ideeën hebben over dingen. Voor een echte democratie heb je democratische partijen nodig. En dus moeten we in een Europese democratie ook Europese partijen hebben. Want op die manier kan je ervoor zorgen dat je politiek in zijn geheel naar een Europees niveau tilt. Want dan ben je in staat om de wil van het Europese volk door te vertalen naar beleid. Maar dat kan alleen als het niet meer tussen landen zo transactioneel wordt. Als het Europees Parlement echt zich als een parlement kan gaan gedragen, dan kan dat veel beter gebeuren. Maar als ik het dus goed heb begrepen, dan stemmen wij straks op Europarlementariërs. Ja, onze vertegenwoordigers in Brussel. Ja, en alle andere mensen die zich verkiesbaar stellen. Ja, omdat we vinden dat het anders moet. Of anders kan. Of gewoon heel blij zijn met hoe het nu is. Precies, maar we zouden in ieder geval kunnen stemmen op strengere milieumaatregelen. Of je nu voor of tegen verdere samenwerking bent, er zijn grensoverschrijdende problemen, zoals het klimaat. Is de Europese Unie dan de oplossing? Hoe zijn ze daar nu mee bezig? de jaren was het 70, 80 of zo, was de Rijn helemaal vuil. Dus wat doe je dan? Je stopt niet met vervuilende industrie voor consumptie van Nederlanders. Nee, je verplaatst dat naar een andere rivier ergens aan de andere kant van de wereld. Zorg dat die helemaal kapot gaat. Maar wij kunnen lekker doorleven, doorconsumeren op de manier dat wij willen. Dat is wat Europa eigenlijk nog steeds gewoon aan het doen is. Onze vervuilende industrie proberen we zoveel mogelijk te exporteren. Dat is een verkeerde woord, maar je snapt het idee. De Europese Unie is enorm protectionistisch, subsidieert onze industrieën en op die manier wordt het aan de gang gehouden. En laat vervolgens burgers nog een keer voor betalen wanneer ze producten kopen op basis van de technologie die daaruit ontstond. Wij zijn daarin lang niet zo goed als de VS, maar we doen ons best. Weet je, we hebben dat model gezien en die willen we hanteren. En dat is een model waar de aarde van kapot gaat. Er zit een gigantische nadruk op economische groei. Het BNP moet groter. Percentages, oh jee, we zitten op 1,5% over de hele Europese Unie. Kijk naar China, die doen het veel beter. Nou ja, die komen ook gewoon uit een communistisch krater gewandeld. Dus weet je, als je helemaal aan de afgrond zit, is het nogal makkelijk om naar boven te gaan. Ik denk sowieso dat we onze maatschappij en dus ook de EU, maar ook Nederland, nog hebben ingericht alsof het 1980 is. Dus we moeten nu ook ons hele land in gaan richten naar de 21e eeuw. Dat je afstapt van het bruto nationaal product als maatstaf voor succes. Het systeem updaten, dat hebben we echt even nodig. We zitten in bepaalde oude patronen zitten we vast. Uiteindelijk is het enige wat het toe doet, zijn de ervaringen en dus de belangen van bewuste individuen. Daar draait het om. Dus hoe het gaat met een staat maakt niet uit. Ja, alleen maar in de zin van dat het een reflectie is van hoe goed de mensen of de individuen binnen de staat het hebben. Ja, dat maakt uit. Maar zolang het belang van een staat ingaat tegen het belang van de burgers, dan heb je al ergens een denkfout gemaakt. Dat zou niet moeten kunnen, want een staat aan zich heeft geen belang. Door mijn tijd in Brussel herken ik wat Sebastiaan benoemt aan de Europese Unie. De menselijkheid lijkt afwezig. De manier waarop dat beleid wordt gevormd is te weinig gericht, denk ik, op het individu. Is te weinig gericht op de mens zelf, maar meer op een soort statistische norm van de mens. Dus je slaat de mens helemaal plat. Je maakt er een soort van, weet wel, gemiddelde persoon van, die nooit heeft bestaan trouwens. En daar stort je dan je beleid overheen. En ik denk echt dat bijna iedereen verliest met zo'n aanpak. We lijken het er dus over eens te zijn dat het systeem flink op de schop mag. Nu blijft alleen de vraag of we dit met of zonder de Europese Unie moeten doen. Het relatieve verschil tussen hoe onmenselijk Nederland bedoeld is en hoe onmenselijk Europa bedoeld is, of Europese Unie, dat verschilt nauwelijks. Dat zijn allebei hele moeilijke projecten. In veel van de nieuwe stromingen, zoals dus Forum, is het antwoord erop, oké, we moeten het afbreken en helemaal terug in klein houden. Maar ik vind dat een onlogisch uitgangspunt, omdat je dan terug wil naar een situatie waar je niet terug naartoe kan, omdat de wereld al is doorontwikkeld en veel verder met elkaar verweven is. Om die reden moeten we juist meer Europese samenwerking hebben. Dat is een beetje alsof je zegt van, je moet Facebook gebruiken, want het is van deze tijd. Ja, het feit dat iets van deze tijd is, dus dat het nu bestaat, vind ik niet dat je het dan maar moet accepteren of zo. Nee, dingen kunnen altijd beter. We hebben meer invloed in Nederland. Het feit al dat wij een meerpartijenstelsel hebben en dat nieuwe partijen vrij goed erin kunnen komen, vind ik echt fantastisch. Want dat betekent dat we het systeem kunnen blijven updaten met nieuwe ideeën. Dat vind ik echt super. Niet eerst Europa afbreken of Europese Unie en dan vanuit Nederland proberen om iets nieuws te creëren. Want dan moet Nederland ook eerst anders worden, willen we dat überhaupt kunnen doen. Dus volgens mij kun je dan het beste inderdaad de Europese Unie meteen al proberen te hervormen. De Europese Unie hervormen door meer macht te geven aan Brussel klinkt als een goed plan. Echter betwijfel ik of dit geen averechts effect zal hebben. Dan maar uit de Europese Unie stappen en laten voor wat het is. Gaan we dan nog wel winnen van de grote techbedrijven? Hoe zal dit er op wereldtoneel uitzien? De hedendaagse politiek doet mij denken aan een Romeins gezegde: verdeel en heers. Het gaat er gewoon om dat je mensen verdeelt en ze niet meer laat merken hoeveel ze overeenkomstig hebben met anderen. En dat zij denken dat al die gekke ideeën ze hebben over hoeveel beter de wereld zou kunnen zijn, dat zij de enigen zijn met dat beeld, met die ideeën. Door mensen weg te zetten als fascisten of weet ik wat. Je merkt dat iedereen komt verder in zijn eigen loopgraf en wordt meer overtuigd van zijn eigen gelijk. Terwijl er nu juist behoefte is aan dialoog. Mensen gaan steeds verder uit elkaar. Een hele oude vorm van leven eigenlijk. We zijn weer terug aan het gaan in groepen. Wanneer je zo begint te denken, dan verlies je het individu uit het oog. Dat is echt een heel slecht idee. Ik denk dat de geschiedenis van de mensheid eerlijk gezegd wel aantoont dat er genoeg ideeën zijn die ons echt in grote problemen kunnen brengen. Dat is oprecht het pad die we nu aan het afwandelen zijn.